Een test die binnen een kwartier aangeeft of je wel of geen corona hebt. Dus geen 48 uur meer wachten op de uitslag. De invoering van zo'n sneltest is een stuk dichterbij gekomen. Want minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid heeft er twee goedgekeurd. Met een van die testen is geëxperimenteerd in het Amphia ziekenhuis in Breda, waar de minister vandaag op werkbezoek was. Hij nam meteen de proef op de som en liet bij zichzelf zo'n sneltest afnemen. Gaan we zo in spanning de uitslag afwachten? Goed zo. Ja. Al langer wordt er reikhalzend uitgekeken naar de sneltest als middel om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. De minister had overigens geen corona. Dat was dus het goede nieuws. De test is goedgekeurd, maar dat betekent niet dat hij nu ook meteen overal gebruikt gaat worden. De invoering begint in Breda, waar die test ook getest is. En dat gaat wel al heel snel gebeuren. Ja, wij gaan volgende week starten. We gaan eerst de teststraat in Breda verhuizen, van het NAC-stadion naar de Lange Dijk. En dan gaan we na een aantal dagen gaan we het in de praktijk brengen. En eerst in één straatje van de teststraat. Dus dat is dagelijks ongeveer 150 mensen. En dan gaan we kijken hoe dat werkt in de praktijk, dat als we daar ook de sneltest afnemen. Het is niet de bedoeling dat auto's blijven wachten. Dat hopen bestuurders natuurlijk. Maar wij hopen wel zo snel mogelijk daarna dan de uitslag door te geven. En dat is natuurlijk wel een doorbraak, want nu moet je lang op de uitslag wachten. Gaan we naar Raymond Merks bij de teststraat bij het NAC-stadion in Breda. Raymond, de verwachtingen voor die sneltest die zijn hoog gespannen. Wat kan ons dit gaan opleveren? Nou, voorlopig is het zo dat je nog steeds naar een teststraat moet gaan. En ook bij die snelle test krijg je zo'n vervelend wattenstaafje in je neus. Ook wordt er speeksel afgenomen, dus de procedure is hetzelfde. Het grote verschil zit hem in het laboratoriumwerk. Dat is er namelijk niet bij die snelle coronatest. Het werkt eigenlijk net als bij een zwangerschapstest. Binnen een kwartiertje zou je de uitslag moeten krijgen. En dat scheelt natuurlijk heel veel tijd. En dat biedt ook perspectief voor de toekomst. Want het kan zomaar zijn in de toekomst dat je zo'n test dus kunt bestellen bij de drogist. In principe zou dit ook naar de mensen toe kunnen. Hè? Dat je dat op scholen gaat doen of thuis. We hebben nog wel wat stappen te zetten en kijken of dat echt zo werkt. Maar als dan de beschikbaarheid op grootschaler is en het blijkt dat mensen dat ook goed zelf kunnen doen. En dan gaat het ook over de afname met name. Hè? Want dat laten we nu door professionele mensen doen. Ja, als dat allemaal goed uitpakt, dan is die mogelijkheid er wel. Veel onzekerheid dus nog, toch biedt het wel een sprankje hoop, die sneltest, voor zwaar getroffen sectoren. Denk bijvoorbeeld aan de evenementenbranche. Al maandenlang zijn er geen festivals meer. Die branche ligt echt volledig op zijn gat. Denk ook aan het betaald voetballen, er geen volle stadions meer. En door die sneltest durven ze allebei toch weer een beetje te dromen. Nou ja, kijk, in zoverre goed nieuws. Het zal niemand verbazen dat wij met man en macht werken om uiteindelijk toch weer publiek in het stadion te krijgen. Het is heel teleurstellend dat op dit moment onze wedstrijden zonder publiek spelen. Dus ja, als die sneltesten uiteindelijk uitkomst gaan bieden, waardoor mensen naar het stadion kunnen komen en zich hier kunnen laten testen, wachten op uitslag en dan naar binnen kunnen, hoef ik jou niet uit te leggen dat dat voor ons een belangrijke stap vooruit is. En ook in de evenementensector zijn ze voorzichtig positief. Klein sprankje hoop, maar de vlag kan nog niet uit. Het is nog volstrekt onduidelijk of en hoe snel tests mogen worden ingezet. Maar het beeld vanuit het buitenland biedt hoop. Er zijn al voorbeelden waar je kunt zien dat het dus al gebeurt. In China zijn al festivals die minstens zo groot zijn. Mits iedereen getest is, kunnen ze toegang krijgen tot het festival. En daar gebeurt het al. Zelfs voor het wachten op je uitslag is misschien al een oplossing. Dat je dus ja, een groot terras oploopt, een soort van bufferzone. Waarin je links van die bufferzone je test haalt en je test doet. En aan de rechtse kant gaat zitten wachten tot je de uitslag hebt. Ja, een luxe wachtkamer 2.0. Ja, bijvoorbeeld. En dan na een kwartier of een half uur, als je een goede test hebt, dan mag je doorlopen. Mocht die test lukken, moeten ook de regels nog versoepeld worden. Beide zijn nog ver weg. Voorlopig moet die test eerst nog verder worden uitgeprobeerd. Eerst hier in Breda dus, dan in andere teststraten. Dus we moeten nog even geduld hebben. Raymond Merks, dank je wel. Vandaag zijn er in Brabant 657 nieuwe besmettingen bijgekomen. Dat is ietsje minder dan gisteren, toen waren het er 690. Op grond van dat aantal besmettingen zijn nu ook Midden- en West-Brabant bestempeld tot zorgelijke regio. Dat betekent dat nu heel Brabant dat predicaat zorgelijk heeft.